zit ik in een sling, Medinova Kliniek Breda. Ben ik geopereerd aan mijn schouder en er zit een dik plakkaat op mijn schouder nu. Dus we kunnen er niet heel veel van zien. En deze moet nog even blijven zitten tot morgen. Dan mogen er van die eilandpleistertjes op. Nou, ik ben dus inmiddels al voor de vierde keer geopereerd aan mijn schouder. Er zat een ankertje los, dus dat verklaarde dus ook waarom mijn arm steeds vastliep. En dat die rare geluiden ging maken. Nou, dat was totaal niet fijn. Dus dat bleek ook wel. Dus dat hebben ze opnieuw gerepareerd. Ik laat jullie eventjes een filmpje zien waarin je kan zien wat ze gedaan hebben. Dan wordt het ook wel duidelijker. Nou, ik ben voorlopig wel even zoet dus met revalideren. Ik moet 4 tot 6 weken in deze sling zitten. Nou, met het warme weer hartstikke fijn, not. Maar goed, we moeten er eventjes doorheen. Over 2 weken moet ik terugkomen bij de kliniek. Dan gaan ze de hechting eruit halen en kijken ze hoe het ervoor staat voor de eerste controle. Nou, en dan wordt het nou toch wel weer 9 tot 12 maanden revalideren. En ik moet extra rustig aan doen, omdat het natuurlijk nu een zwakke plek is. En ook voor altijd een zwakke plek zal blijven. Want je kan je voorstellen, als je voor de derde keer geopereerd wordt aan hetzelfde, dat die plek er ook niet beter op wordt. Dus mocht het nou ooit weer losraken, ik hoop het niet, maar ja, dan heb ik toch wel een groot probleem. En dus ik moet voor altijd oppassen. Goed, het wordt weer spannend, maar we gaan er weer tegenaan. Voorlopig eerst even lekker rustig gaan. En dat betekent dus ook dat ik wat minder ga uploaden en dus ook niet kan livestreamen om te gamen. Dus misschien dat jullie het wel leuk vinden als ik een keertje live kom via de computer, dat jullie kunnen zien hoe het met mijn revalidatie gaat, dat we even bijkletsen. Laat het dan vooral even achter in een reactie. En ik zal jullie even laten zien wat voor medicatie ik allemaal krijg nu. Een hele dosis zijn mijn beste vrienden op dit moment. Kijk maar eventjes mee. Nou, dit is mijn hele medicatiezoortje. En hier zien jullie mijn schema. Nou, ik moet dus 's ochtends, 's middags, 's avonds moet ik behoorlijk wat tabletten innemen. En ja, daar ben ik voorlopig wel eventjes mee zoet. Ik heb dus ook behoorlijk wat pijn aan mijn schouder. Tijd om het verband eraf te halen. En dan gaan we ze vervangen voor een eilandpleister. En die zien er zo uit. Eilandpleister! Kennen jullie dat vlees en roulade? Nou, daar vind ik het wel een beetje op lijken. Het ziet er allemaal netjes uit hoor, dus ja, het moet gewoon nu genezen. Jee, nieuwe pleisters! Boep boep! Het scheelt gewoon al een kilo erbovenop. Zo, dan zijn jullie voor nu op de hoogte. Ik hoop dat jullie deze video leuk vonden. Doe natuurlijk even dat duimpje omhoog allemaal. En vergeet je niet te abonneren op mijn kanaal als je dat nog niet bent. En dan zie ik jullie hier gauw in een nieuwe video weer terug. Doei!